Hallo, mag ik vragen hoe u heet? Nou, ik heb Peter Hurekamp, we staan hier op weg, in het groot. Oh ja, inderdaad. Ja. Hoe lang bent u al orgelman? 46 jaar, van kinds af aan. Bevalt het u? Nou ja, je hebt leuke tijden en moeilijke tijden natuurlijk. Hè. Wanneer zijn er moeilijke tijden? Nou, ik heb nog wel veel klappen gehad. Wat zegt u? Ik heb nog wel veel klappen gehad. In het begin was het allemaal leuk als jochie zijnde. Maar ik heb een periode gehad dat ik met het hele spul van de straat afgeleefd. Door de gladheid van de straat afgeleefd. Ja, zo, door de, vooral in de winter dus. Ja. Heeft weg, u deze winter? Wat zegt u? Op weg naar een peesje en gleed van de weg af door de gladheid. Vreselijk. Ja, het hele orgel in de puin. Och. En heeft u deze winter ook last van de gladheid gehad? Ja, maar ja, je wordt dan wel voorzichtig. Kijk, je bent toen verrast, dus lichamelijk. Wat zegt u? Je bent toen verrast doordat je weggeleefd van door de gladheid dat de boel allemaal in stukken lag. Dus dat vergeet je niet meer. Nee. En je lichamelijk en geestelijk krijg je toch een tik mee. En nou ja, dat blijft altijd bij je. Dus je bent daar heel, je was al voorzichtig, daar gaat het niet om. Maar nu ben je helemaal een beetje met sneeuw en zo, ben je daar helemaal voorzichtig mee. Ja, dat kan me voorstellen. Word je een beetje panisch van. Wat zegt u? Dan word je dan ook een beetje panisch ja, van. Dus ja, dat is zo. Zoveel mogelijk. Maar daar heb ik nooit zo gerealiseerd dat orgelmannen ook veel last van gladheid kunnen hebben, dus ja, in de wintertijd. Ja. Houdt u van kunst? Kunst, nou het is eigenlijk een kunststuk, hè. U heeft gelijk, het is een prachtig orgel. Ja, het is van welke muziek houdt u zelf? Oh, alles. Ja? Alles. Geen speciale voorkeur? Nee, wacht. Nee. Gelooft u ook in een god? Allemaal, denk ik. Ja? Ja, geloof ik er wel in, ja, maar anders zet je niet door. Wat zegt u? Oh, daar geloof ik allemaal wel in, denk ik. U gelooft wel in een god? Ja, in de god van de Bijbel of een andere god? Er is maar één god. En wat betekent die god voor u persoonlijk? Nou ja, goed, dat hij dus ook achter je staat met goede en slechte tijden. Oh, wat mooi. Zo moet je het zien. Ja. Bent u gelovig opgevoed? Ja. Wat voor geloof hadden uw ouders? Katholiek. Oh ja. Gaat u zelf nog wel eens naar een kerk? Nee, dat niet. Maar, nee. Dat niet een hele andere vraag, maar kent u angst voor de dood? Nee. Denkt u er wel eens over na? Nou, kijk, wat het ongeluk betreft, toen heb ik gewoon geluk gehad. Ja. Maar schort ook bij je. Want ik gleed op een boom af en die heb ik kunnen ontwijken met de auto. Maar het spatbord van de aanhanger van het orgel, dat bleef kaatsen op de boom. Zo. Toen is hij door de gladheid weggegleden en zo te gaan scharen. En als hij dat niet gedaan had, dan was het er slechter aan toe geweest. Want dan was ik er een woning in gegleden. Nu is het omgedraaid. Dan kwam ik op een hekwerk terecht van beton. Nou, gelukkig. Zeg maar, als u nog een wens heeft voor de mensen, wat voor wens zou u de mensen toe willen kennen? Nou, iedereen een goede gezondheid. Want je hoort tegenwoordig zoveel nare ziektes. Dat is zo. Daar word ik dagelijks mee geconfronteerd. Ook door mensen. Ik heb zelfs nog een lied op het orgel. Wat speciaal is geschreven voor een vrouw wat kanker had. Voor? Een vrouw die kanker had. Oh. En er was speciaal een lied geschreven om haar op te peppen. Wat mooi. Dat soort dingen. Kan u iets orgelmuziek laten horen? Ja hoor. Graag. Eventueel dat nummer wel opzetten. Nou, dat zou mooi zijn. Het is heel vrolijk. Ach. Om haar, want het was om haar. En wie heeft dat gemaakt, dat lied? Een Apeldoornse jongen. Ach, wat leuk. Ja. Geweldig. Nou, graag. Kijk, dat is dit. Zetten we die wel op, want het is speciaal. Een sleuteltje. Want die mevrouw die heette Lien. Lien? Ja. Maar leeft Lien nog? Nee, nee. Nee. Dus eer verleden jaar is ze overleden. Wat zegt u? Eer verleden jaar is ze overleden. Ja, ja. Even kijken. Oh ja, Song voor Lien. Arrangement Jacob Boomsma, Apeldoorn. Nou. Dat is een schoolleraar. Ja. Even hier een keer. Ja, hoor. Dat is het.